een oefeningske zoals oefening 24, maar dan met Roodkapje en de wolf. De vraag is, hoe groot is de wolf? Dus deze zijde hier, van dit puntje tot dit puntje, die kennen we niet. Dat gaan we x noemen. En je weet dat Roodkapje 1,60 meter is. Ja? En de wolf staat op 5 meter van haar. En dus dat heb ik hier al ingevuld. Hè? Tussen Roodkapje en de wolf is er 5 meter. De wolf, zijn schaduw in totaal is 15 meter. Dus de zon straalt, straalt, straalt. Dus dat zijn schaduw, dat is van dit punt tot dit punt. En wat we zouden kunnen doen, is we gaan al die puntjes een naam geven. Dat is puntje A, puntje B, puntje C, puntje D en puntje E. Die meter 60 staat hier nog niet bij. We gaan met meters werken. Dus 1 meter 60, dat wordt het getalletje 1,6. Zo. Als we daar nu een evenredigheid van gaan maken. Dus we kunnen opschrijven dat het driehoekje A, B, C gelijkvormig is met de driehoek. En nu moeten we goed kijken naar de volgorde van de letters. Met de A komt de A overeen, met de B komt de D overeen in de grote driehoek. En met de C komt de E overeen. Goed, we gaan op basis daarvan gaan we proberen een evenredigheid op te bouwen. Nu, de vraag is natuurlijk, kennen we alle overeenkomstige zijden? Hè? We hebben hier die 5, maar dat is op zich geen zijde van een driehoek. Ja? Dat is maar gewoon tussen het puntje C en het puntje E. We weten wel dat van A tot E het 15 is, en dan van C tot E is het 5. Dus de schaduw van Roodkapje moet 10 zijn. Waarom heb ik dat nu nodig? Wel, we gaan werken in deze driehoek. We hebben de 10 en de 1,6. En overeenkomstig met die 10 hebben we de schaduw van de wolf, die is 15. En overeenkomstig met de lengte van Roodkapje bij de wolf, is dat die x. Dus dan hebben we onze evenredigheid. Dus als we dat nu in symbolen zouden gaan opschrijven, dan zou ik noteren. Dan hebben we onze evenredigheid. Goed. Met de schaduw van Roodkapje, dat is dus de lengte AC, komt de schaduw van de wolf overeen, dat is de lengte van AE. Van boven hebben we dus Roodkapje staan, dus ook hier Roodkapje, haar lengte, dat is zijde BC. En dan de lengte van de wolf, alles van de wolf staat beneden, dat is lengte DE. Als we dan gaan vervangen, AC is 10, op 15 is 1,6, op x. Passen we de hoofdeigenschap toe, dan krijgen we 10x is 15, maal 1,6, x is... Dan krijgen we 15 maal 1,6. Ik zal deze uitrekenen. Deel door 10. En als je dat uitrekent op je rekentoestel, dan weet je hoe groot de wolf is. De wolf is 2,4 meter. Dan schrijf je nog een mooi antwoord in. De wolf is een hele grote wolf. Is 2,4 meter. Serieus beest.